De grote en de kleine slangengodin. Hartleers en heupwiegend. De hele nacht hebben de grote en de kleine slangengodin de woestijn geharkt. En elke nacht opnieuw, eeuwenlang, kammen ze terwijl wij slapen voor ons de schimmen uit de aarde. Opgejaagd door het rakelen, schieten over de zandrug beschaduwde rimpelingen. Alsof iets in de bodem, zaaiklaar en bar, zichzelf voortdurend achterna zit. Het rilt onder de hoge zon. Het vraagt om bescherming van een kwaadwerend amulet. Beschavingen later zal men, wanneer de godinnen in ongeloof en krom gewerkt in een museum staan, hun borsten onbedekt laten. Hun taak afdoen als het bezweren van slangen en iets met vruchtbaarheid. Ik ben Charlotte van den Broek. Ik ben dichter en schrijver. Ik woon in Antwerpen en in 2021 ben ik writer in residence in de Vooruit. Ik schrijf in de eerste plaats gedichten. Ik heb twee dichtbundels geschreven. Chameleon in 2015 en Nachtroer in 2017. En vorig jaar ben ik opnieuw gedebuteerd met proza. Het is een non-fictieboek, waagstukken. Het is een soort essayistische kweeste, dus het combineert heel veel genres. Naar mislukte bouwwerken en het tragische lot van architecten. Ik heb wel altijd heel veel gelezen. Zo'n soort Mathilda van Roald Dahl die boeken verslond. En ik ben dan Engelse en Duitse literatuur gaan studeren op mijn 18 aan de UGent. Ik herinner me een heel scherp moment in Duitse letterkunde waarin er een opname werd getoond van Paul Celan die de Todesfuge leest. Dat was een mokerslag voor mij, dat gedicht. Dat was misschien de eerste keer dat ik echt het gevoel had dat ik in beweging werd gezet. En dan ben ik heel megalomaan, vol hoogmoed, ook aan een gedicht begonnen. Ik weet niet of ik echt een heel duidelijke stijl heb of zo, maar ik ben wel altijd op zoek naar beelden. Zowel visuele beelden als beeldspraak. Een soort lichamelijke ervaring kunnen weergeven in taal. Dus dat is mijn hoop. En ik hoop ook mijn stijl daardoor. Ja. Als ik schrijf, is het een heel monomaan proces. Dan kan ik me echt een maand of twee maanden opsluiten en 30.000 woorden op papier zetten, bij wijze van spreken. En als ik aan gedichten werk, dan is dat heel soms twee regels per dag. Dan kan ik er op een hele dag op zitten kijken en dan het gevoel hebben dat ik niks gedaan heb, maar ik heb die tijd nodig om versregels te laten inslijten, zeg maar. De nieuwe bundel zal Aarduitwrijvingen heten en komt uit in najaar 21. Misschien zoals iedereen heb ik nu tijdens de lockdown en de hele pandemie heb ik heel erg gesprekken gemist en ontmoetingen. Ik was altijd heel veel op trot ook. Dus ik hoop tijdens het jaar dat ik writer in residence ben in de Vooruit, dat ik op een of andere manier dat terug kan maken. Dus dat ik zelf in gesprek kan gaan door deel te nemen aan de programma's die er al in de Vooruit zijn. En dat ik ook zelf gespreksruimte kan creëren. Dus ik wil bijvoorbeeld graag gesprekssalons organiseren.